Ik ben ook naar een feestje geweest, maar een Congolees feestje. Naar een Peace Up concert, zoals dat zo mooi heet. Hip-hop. En Congolezen proberen daar ook andere culturen voor te interesseren en die daarbij te betrekken. Ben je klaar voor? Wat ga je doen? Zingen. Komen er veel verschillende jongeren, denk je, veel verschillende culturen? Ja, je kunt dat zien, hè. Er staan wel veel mensen en zo, Marokkanen, Russische, Belgische, Afrikaanse, Senegalezen, Congolezen ook erbij. Dus een beetje van verschillende nationaliteiten komt erop. Het zijn positief, amuseren zonder geweld en zo. Dat is wel de bedoeling vanavond, de Peace Up Concert. Peace Up Concert. Yeah. Peace Up is vrede. Peace Up. Boven, dat is belangrijk. Vrede boven. Put your peace up. But while you putting your peace up, we still gotta get money. En waarom gebruik je de hip-hop dan voor je boodschap? Ik heb altijd hip-hop gedaan. Ik zit altijd in muziek sinds 5 jaar of zo. Ik zit in een koor en zo. En hip-hop is nu muziek van de jongeren. Is er veel negatiefs hier? Ja, dat vind ik wel. Als je naar de interim gaat. Mijn werk te vragen en zo, dan ga je altijd hetzelfde werk, zo kuisen en zo. Je kunt nu zo je hele leven kuisen en blijven kuisen en kuisen en kuisen. Mm. Dus eigenlijk word je toch wel een beetje gediscrimineerd. Ja. I love you, you know I do.